Dag der Zwarte Beschaving, oftewel Blanke Maand D, wordt elk jaar op de eerste zondag in de maand januari herdacht. Het thema voor dit jaar is pardon. Blanke Maand voert de culturele organisatie een resolutie van de UNESCO uit. De bedoeling van die resolutie is de beschaving van de Afrikaanse roots tot uiting brengen. De Zwarte Beschaving levert volgens de UNESCO een grote bijdrage aan de wereldbeschaving. Het thema voor dit jaar, pardon, moet mensen van Afrikaanse komaf dichter tot elkaar brengen. Voorzitter Wijngaarden legt uit waarom. Het thema pardon geldt voor iedereen in Suriname, maar in het bijzonder voor degenen van African roots. Omdat we denken vaak dat we zo goed zijn. We weten niet eens dat we volop bezig zijn. En wanneer we het kunnen opbrengen om pardon te zeggen, dan heb je daar die nederigheid en dan zullen we elkaar beter begrijpen. En zouden we veel meer dingen kunnen doen om die eenheid te bevorderen en elkaar beter te begrijpen. Als je kijkt naar al die spanningen et cetera in het land, dan is het duidelijk dat het hoog tijd is dat we pardon zeggen tegenover elkaar. En vaak denken wij dat we helemaal niet fout zijn, maar we zijn fout. Maar als we pardon kunnen zeggen, dan komt het besef. En dan zullen we dichter bij elkaar komen en problemen die er zijn, zullen oplossen. Maar misschien niet schelden, maar oplossingen zoeken voor. Blanke Maand D wordt dit jaar voor de 21ste keer georganiseerd door de Federatie voor Afrikaans Renamang. Zij probeert deze activiteit elk jaar op een andere plek waar er afstammelingen van Afrikanen wonen te organiseren. Dit jaar vindt de herdenking plaats te Baboon Creekie achter Zanderij. Wijngaarden legt uit waarom er wederom voor het district Para is gekozen en wat het verschil is met de voorgaande jaren. Para is het zetel van de mensen van African Roots. We hebben het een paar keer, de eerste keer was in Para. Dat is onverwacht. We hebben op 4 kinderen hebben het eerder gehad. We hebben op Los Per nog 1. En dit is de 4e plantage in Para. Dat we het herdenken en vieren, zeg maar. En blij zijn ermee. Ik moet zeggen dat het is steeds anders. Het zijn andere omstandigheden. We zijn helemaal op Lange Tabbetje geweest. Hier zijn we op een vakantieoord. Daar gaan we dat doen. Waar ook mensen wonen in de buurt. Ik moet zeggen dat ik... het is anders. Moeilijke omstandigheden in het land. Financieel. En betekent dat we meer gaan nadenken hoe het te doen. Dus op zich is het een moeilijk, anders, maar een leuke uitdaging. En voor de eerste keer dat we zo'n groot monumentaal ding gaan opzetten, speciaal voor deze man die we benoemd hebben, dat Da Letterboom, Da Andries Letterboom, Da is een respecteerde persoon in de African roots. En dat gaan we hem die betiteling geven. En het staat voor in het project. Dus het is helemaal prachtig dat we deze man de grani geven. En hij moet als voorbeeld voor ons zijn. Iwan Wijngaarden, voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Renamang. We spraken hem over de herdenking van de Dag van de Zwarte Beschaving, oftewel Blanke Maand D. Deze dag wordt elk jaar op de eerste zondag van januari herdacht.